We zijn in de opvaart op de Westerschelde. Vanochtend uit Terneuzen vertrokken richting Antwerpen. We gaan het hele stuk doen. Centrale Hans Weert. Goedemiddag, de Patricia Esberger in de afvaart van de 46. Patricia Esberger van Centrale Hans Weert. Goedemiddag, mag ik. Dat wit-blauwe schip wat ons tegemoet komt, is een speciaal verhaal. Die loods heeft ons net opgeroepen, gevraagd of wij golfslaggevoelig zijn. Dat wil zeggen dus gevoelig voor grote golven. En heeft aangeboden om een stukje langzamer aan te doen. En je ziet niet veel dat loodsen uit zichzelf dat aanbieden. Het duurt even voor de golf van het schip ook echt bij ons is. Dus ik heb even een stukje eruit geknipt, dan duurt het zo lang. Maar we gaan straks die golf tegenkomen. Bureau Cargo Bali, bedankt voor de medewerking van Veronica. We daar eens verder. Veronica, ja, dat is graag gedaan hoor. En even de vraag, u was ook van de varen doe je samen, of niet? Ja, dat zijn wij ook, inderdaad. Ah, mooi, ja. Als ik thuis ben, post ik wel een plaatje van jullie. Dat is leuk, bedankt. We zitten ook op een YouTube-kanaal, als het interesseert. Ja, oké, ja, dat ik ben meer van de Facebook, maar dat is prima. Oké. Okay. Jo, bedankt. Kan die Tode 16 helemaal uit oversteken of mooi wat? Is dat een loods? Yep. Ja, kom er maar uit. Er komt nog eens iemand in de afvaart, die heeft nog 5, 6 minuutjes nodig tot aan de monding. Dus, dit zijn de golven die we nu hebben. Ja, we wel aan de overkant kunnen wezen, denk ik. Nou, dat is goed. Ja, maar moet je kijken daar zo. Ja, klopt. Ja, met 6 minuten ben ik binnen de rode boei aan de overkant, dus moet lukken. Ja, Boas. Hey, hoe zullen we het presteren? Wij gaan naar Terneuzen. Ja, ik ga een beetje richting de groene kant, dus normaal passeren maar. Jo, is goed, ja, het maakt voor ons niet uit. Doe maar passeren. Jo. Ja, doen we. Oké, goeie reis. We varen ondertussen in de schaar van Valkenisse. Een stukje waarmee je eigenlijk een bocht afsnijdt. Krabbegul, dat niet. En het begint langzamerhand wat dicht te trekken door de regen. Het zicht wordt steeds minder goed. Krabbegul, naar het zandvliet, dat is begrepen. We zijn ook een sectorgrens gepasseerd wat betreft de Marifoonkanalen. We zijn van het blokkanaal van Centrale Hans Weert. Nu over naar het blokkanaal van Centrale Zandvliet, een Belgische post. Goedemiddag Zandvliet. Richting Zandvliet, begrepen. Deze Centrale Zandvliet bestrijkt een heel groot gebied. Vanaf hier op de Westerschelde, helemaal tot in de stad. En daardoor kan het erg druk zijn met het verkeer hier, met het marifoonverkeer. Dat is wel eens vervelend en ook wel eens lastig.
goed kijk, zie je hier aan het stuurbord een groene ton. En een bakbord kan ik ook nog een ton zien. Hier op het Nederlandse deel zijn het groene en rode tonnen. En verderop worden ze geel, spitsgeel en stompgeel. En dat is dan het Belgische deel. Maar je moet hier goed de weg weten of een goede kaart hebben. Dat wordt ondiep en buiten de geul wil je helemaal niet zijn. Dat is dus een schip wat achter ons vaart en het blijkt dat we voor dezelfde sluis bestemd zijn. Dus we gaan elkaar straks nog tegenkomen. Zandvliet, Casina Maria. Casina Maria, Zandvliet. Ja, en dan wat gaat er op dit moment door het vaart? Van de Noord. Casina Maria, schaal van de Noord, nu alles bij elkaar daar. 33, dat gaat dus over de diepte van de volgende schaar, waar wij straks ook doorheen gaan. 33 is dus 3,30 meter. Het schip wat ons hier aan het stuurbord oploopt, daar zit nog een heel verhaal aan vast. Want wij komen uit de schaar van Valkenisse, dat is een soort zijwater hier. Zijwater aan bakboord. Dus we hebben het vaarwater moeten oversteken om hier te komen. En we zagen hem al aankomen op een vrij grote afstand. Dus ik heb hem gevraagd of hij het een probleem vond als wij voorlangs gingen, nog via de microfoon gevraagd. Dat was geen probleem, dus dat hebben we gedaan. En het schip wat daar aan het stuurbord voor ons vaart, die net nog achter ons zat, die heeft ook overlegd, is ook voorlangs gegaan. Dus daar heeft dat zeeschip voor afgestopt, heeft hij ook gezegd. Maar het is nog heel wat als je dat zo toch wel heel dicht op je af ziet komen. Als ik niet zeker had geweten dat we een goede afspraak hadden gemaakt, had ik iets anders gedaan. Want het was even vreemd gezicht. Je ziet dat het zicht steeds slechter wordt. Het is toch eind juni. Maar dat zou je niet zeggen als je naar buiten kijkt. Dus we hebben al de hele tijd de radar aanstaan. Die op de Westerschelde meestal aanstaan, maar nu is het ook echt onnodig. En alles verdwijnt langzamerhand in de verte. Dus ook je tonnen en dat soort dingen moet je echt wel even op de radar gaan kijken. Richting van Kouwelaars, begrepen. Enkel de waterbus daar in de opvaart, die komt dan naar de steiger aan de kabel. West-Europa Centrale Zandvliet.
geldt in de opvaart, dat is ontvangen.